De plooien tussen de ABOP en de VHP zijn gladgestreken, zegt woordvoerder Humphrey Dundas van vicepresident Ronnie Brunswijk. Eerder deze week klaagde vicepresident Brunswijk in het openbaar over de samenwerking met zijn coalitiepartner. Volgens Dundas gaat de regering eensgezind verder met het uitstippelen van beleid. We waren gisteren aanwezig bij de president. Het doel was dus om in feite te praten over de tweede helft van de regeertermijn. En ook over de gesprekken die de president heeft gevoerd met maatschappelijke groeperingen, zeg maar groeperingen, om daarover verslag te doen. Belangrijk is om te vermelden dus dat gezegd is dus dat vooral dat gedeelte van eenheid in bestuur, eenheid in beleid, eenheid in leiderschap, dat we dat nog meer gaan moeten bewijzen. Er waren wat plooien die zijn glad gestreken. Voor de meeting heeft de vicepresident en de president voor zeker bijkans 2 uurtjes gezeten en met elkaar gesproken als 2 leiders. Volgens Dundas is de tweede helft van het regeertermijn van de regering Santokki Brunswijk ook breed besproken. Er wordt een persconferentie gepland voor 25 mei aanstaande, waarbij de belangrijke aspecten voor de tweede regeerhelft met de samenleving gedeeld zullen worden. De woordvoerder zegt dat de president en de vicepresident een eenheid zijn. In elke huis is er spanning. In elke huis is er spanning. Zaak is dus dat we aan het eind van de dag door 1 deur moeten kunnen gaan. En dat zal gedemonstreerd worden. En tot nu toe is het nog steeds de regering Santokki Brunswijk, waar VHP de lead heeft met ABOP en PL. Ja? Belangrijk is dus dat de heren hebben bijgesproken en dat zaken nu wat richtiger zijn. Het was heel openhartig, heel duidelijk. En ik denk dus dat voor de gemeenschap het ook belangrijk is om de percepties die er zijn met betrekking tot dat er geen eenheid is, dat die zo zoetjes aan weggewerkt moet worden. En wij weten ook van onze kant als regering dus dat die percepties er zijn. En wij weten ook dus dat wij ook beter moeten gaan communiceren met de gemeenschap als het gaat dus om dat stukje beleid dat we willen gaan voeren, maar ook als het gaat om dat stukje eenheid binnen de regering. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wat betreft het werk van de regering, zegt Dundas. Een van de zaken is bijvoorbeeld dat bepaalde ministeries geclusterd zullen worden om het werk als een team aan te pakken.